2. Bijna, kom op, kom op, kom op. Bijna. Oké, okay, doorgaan, doorgaan zonder gewicht. Ja hoor. Oh, ja. Onderbroekmodel worden in 3 maanden of een sixpack kweken in 50 dagen. Er verschijnen steeds meer van dit soort video's op YouTube. Vandaag in een nieuwe Zep Life Check ga ik uitzoeken hoe gezond dat nou eigenlijk is om zo te leven en om zo te trainen. Ja, en chips hoort dan niet in dat dieet thuis. Ik heb een speciaal voedingsschema gekregen voor vandaag. En dat begon vanmorgen al heel vroeg. Goedemorgen. Het is tijd voor mijn ontbijt. En ik weet niet zo goed wat ik ervan vind, want dit is het. Hier, 2 gekookte eieren, een plak kaas en groenten. Geen brood, geen niks eigenlijk. En ik heb ook al geprept voor de rest van de dag, want ik moet zo meteen gaan. Als lunch heb ik rijstwafels met kipfilet en een avocado. En als tussendoortje snacktomaatjes, komkommertjes en nootjes. Ik ga snel ontbijten, want ik heb het eerste filmpje al binnen. Hey Sas, hopelijk ben je er een beetje klaar voor, want het gaat een zware dag worden. Je voedingsschema heb ik af. Dus succes bij je ontbijt zometeen en ik zie jou zo in de gym. Zo, dat ontbijtje zit erin. Dus ik ga onderweg naar iemand die alles weet over sixpacks. Giel Beelen. Hij is radio-dj bij Veronica. En hij maakte voor zijn YouTube-kanaal de documentaire Road to Sixpack. Met hulp van onder andere Petrus en Enzo Knol probeerde hij in 50 dagen een sixpack te krijgen. En dat was niet altijd makkelijk. Giel, het is ongeveer een half jaar geleden dat jij in 50 dagen tijd een sixpack ging creëren. Ja. Ik ging op een gegeven moment aftellen van mijn 50 dagen. Ik was wel daarvoor al begonnen. Want als je echt? Ja, want als je echt vanuit niks, kan je niet in 50 dagen een sixpack. Dat kan gewoon niet. Zijn we nu ongeveer een half jaar verder? Ja. Hoe is het nu? Weet het eigenlijk niet. Nee, ik heb niet echt een sixpack meer. Nou. Het is gewoon, ik vind het gewoon prima. En ik zet het nu nog niet eens aan, maar ik ben gewoon tevreden. Maar werk je hier dan nu nog heel erg hard voor? Ik sport nog wel steeds, ja. Elke dag? Of? Nee, gewoon 2 keer per week. Oké, maar even terug naar die 50 dagen. Ja. Heb je op een moment gedacht, hé jongens, ik ga hiermee kappen. Dit slaat helemaal nergens meer op. Nou ja, op een gegeven moment, juist door het weinige eten, word je echt een beetje bozig. En dan zie je het even niet meer zitten. Ook omdat je dan, je gaat op zich eerst wel lekker in kracht. Ja. Maar op een gegeven moment, omdat je dus weinig eet, kan je gewoon niet meer wat je daarvoor wel kon. Dus dat is dan heel frustrerend, omdat je gewoon denkt, ja, maar dat is dan een beetje de game die je moet spelen van oké, net wel genoeg sporten, net te weinig eten. Wat is weinig eten? Wat had je dan op een dag? Het stomme is dat ik al van nature niet zoveel eet. Dus ja, dan moet je minder gaan eten dan weinig, om het zo maar te zeggen. Dus ik weet dat op een gegeven moment, ik ben zo heel slecht in die calorieën. 800 calorieën op een dag of zo. Hoeveel trainde je toen? Hoeveel uren was je er toen per dag mee bezig? Ik deed meestal wel full body, zoals dat heet. Dus gewoon toch een beetje van alles. Ja, en dat kan je dan dus niet meer dan 3 keer per week doen. Echt waar? Ja, omdat je dan steeds een tussendag moet hebben om bij te komen. Ik moet wel zeggen, omdat uiteindelijk viel ik af en vond ik toch dat ik te weinig buikspier had. Dus ging ik stiekem, heb ik Anthony nooit verteld, ging stiekem thuis nog wel een beetje buikspier oefeningen doen. Nog een paar erbij. Maar ik dacht van ja, ik moet er wel straks mijn shirt omhoog trekken. Voor wat extra trainen. Ja, wat heel belangrijk is, is dus slapen. Zo belangrijk. Als je heel goed traint en je eet heel weinig, maar je slaapt ook heel weinig, vergeet het maar. Dan gaat er niks gebeuren. Slaap is zo belangrijk en eigenlijk wel meer dan je normaal gesproken nodig hebt. Omdat dan echt je spieren ontwikkelen. Heb je tips voor me? Doe gewoon de oefeningen echt goed. Dan kom je ook verder, ja. Oké. Het is gewoon, ik ben benieuwd of je het leuk vindt. Ik ga me zo meteen helemaal kapot laten trainen door Anthony in de sportschool. Ik ben benieuwd. Ik ook. Maar ik ben ook vooral heel erg benieuwd wat mensen op straat nou eigenlijk vinden van zo'n sixpack lichaam. Of toch liever gewoon lekker een pensje. Sport je wel eens? Sport dat niet echt super duper populair is. Wat dan? Wat doe jij? Ariel yoga. Voetbal. Ik deed turnen, maar ik ga nu op springgroep. Ik deed voetbal en honkbal, maar daarna gewoon niks aside. Thaiboxen en dansen. Oh, wacht. Ik ga even hier staan. Zou jij later een sixpack willen hebben? Ja, ik wil niet zo gespierd worden net als de mensen op tv. Maar stel je eet eens een keer een pizza, dan schijn je dus 3 uur hard te moeten lopen of moeten voetballen om dat er weer af te krijgen. Heb je het ervoor over om dan te zeggen, oké, dan doe ik dat, maar dan eet ik nooit meer pizza. Nee, dat ga ik niet doen. Eten is belangrijker. Nee, is zelfs 1 stukje. 1 stukje denk ik dat je een half uurtje moet hardlopen. Oei, nee, geen
Ik hou het te veel van eten om nooit meer pizza te eten. Aangekomen in de sportschool met Anthony de Bul, dan moet je maar even. dat gaan we zien, ja. Jij gaat vandaag trainen met mij. Is het heel erg gezond wat jij doet? Kijk, je kan er in doorslaan. Ik heb dat niet meer, maar ik heb die periode wel gehad. Ik hoor mensen ook nog wel eens, die gaan zo, bakjes, alleen maar groenten en die... Weet je wel, wow, dat niet meer. Kijk, als je je hele sociale leven ervoor kapt, dan kan je er een beetje in doorslaan of een verslaving. Maar zo'n periode heeft iedereen wel eens en zo. En wat ik doe, zeker gezonder dan de meeste sporten. Oké. Ja. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Laten we van deze in ieder geval dan fit maken. Juist, gaan we doen. Hey. Ja, onderkant borst. En stoten. Oh. Juist. Maar als je dit gewoon hier doet, kan je ook meestal van die oefeningen gewoon lekker thuis doen, toch? Ja, klopt. Eigenlijk... kan je heel veel dingen met je lichaamsgewicht doen. Dat hebben we vandaag ook gedaan. We hebben die push-up gedaan, we hebben de plank gedaan, de squat. Hier deze oefening kan op de grond. Ja. Dat optrekken wat wij nog met assist hebben gedaan, kan je zelf doen. Ja, dumbbells, als je dumbbells hebt, kan je dat ook... Flessenwater. Juist, precies. Dus heel veel dingen kan je gewoon in principe of in een parkje of bij je thuis gewoon nadoen. Dus je hebt niet per se een sportschool nodig om fit te worden. En het is ook eigenlijk, als je een beetje jong bent, een goede manier om ermee te beginnen. Eerst controle te hebben over je eigen lichaamsgewicht en dan pas de gewichten. Want als je jong bent, mag je al krachttraining doen. Heel veel mensen denken van je bent nog in de groei. Dit blijkt niet waar te zijn. Maar wat wel waar is, is dat als je nog een beetje jong bent, en je gaat dan al slecht trainen en dat gebeurt sneller als je zwaar gaat, dat is niet helemaal goed. Ik wil naar mijn rijsttafeltje gaan met kalkoenfilet en een avocado. En daarna ga ik huilen in een hoekje en spierpijn krijgen, denk ik. Morgen is pas die spierpijn. Misschien krijg je, heb je het nu al een beetje. Maar we gaan inderdaad even uitlopen. Als je nu te lang zit, dan ga je het heel erg merken. Dus nog even uitlopen en dan zijn we klaar. Uitlopen. Oh, jongens, mijn benen doen zo pijn. Het is niet normaal. Maar het fijne is wel dat ik nu aan de lunch mag beginnen. Avocado, ik heb geen mes meegenomen, dus ik moet hem even zo pellen. Twee rijstwafels. Help, waar zijn ze? Yes, check. Stukjes kipfilet. Nou, lekker lunchje, Sas. Normaal zou ik nu lekker op het terrasje gaan zitten. Maar dat mag niet. Althans, dit verkopen ze niet in een restaurant. Dus ik ga lekker hier op het bankje even lunchen. Ik had een reservebammetje meegenomen. Omdat ik dacht, die hele lijst aan ingrediënten die ik vandaag mag eten, ik vind het niet heel erg veel. Dus heel treurig. Maar in een bakje heb ik gewoon één boterhammetje met kaas. En ik ga die toch maar gewoon lekker opeten. Het zijn 4 uur nu. Ik heb al gesport. Ik heb mijn avocado al op en mijn 2 rijstwafels. En ik heb gewoon echt trek. Oh, lekker dit. Hey Sas, heb je nou net een broodje kaas gegeten? Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Dus die moet er ook weer af. Dat zorgt voor, denk ik, extra 200 calorieën. Dus daarvoor moet je denk ik nu even 20 minuten gaan hardlopen. Succes! Meen je niet. Oké, ik heb mijn hardloopkleren aan. Let's do this. Klaar jongens, dag later. En ik kan gewoon nog lopen. Ik ben echt heel trots op mezelf. En ik ben er wel achter dat dat hele harde trainen met diëten echt niks voor mij is. Ik wil gewoon zelf kunnen bepalen wat ik eet. En ik vind het natuurlijk wel belangrijk om te letten op voeding. En ik schrok wel een beetje van de pizza. Dat ik hoorde, wow, als je pizza eet moet je 3 uur gaan hardlopen. Dacht ik, wow, oké. Dan denk ik, vertel wel even 2 keer na voordat ik een hele dikke pizza bestel. Dus ik vond het heel leerzaam, ook gewoon om een keertje bewust te zijn van wat je allemaal eet en hoe weinig je sport of beweegt. Dus daar ga ik verandering in brengen, maar voor de rest blijf ik gewoon lekker doorgaan met hoe ik het deed. Nou ja, hoe doe jij dat? Hoeveel sport jij eigenlijk? En wat voor sport doe je? Nou, drop het even hieronder in de comments en dan zijn we de volgende week weer met een nieuwe Sup Life Check. Tot dan! From the beginning.